Deze week was een extensieve week en op het einde met heel veel testing, medical testing, prevention testing, physical testing. Dus dat de bedoeling is eigenlijk dat de jongens heel goed worden uitgemeten. Zodoende dat we vanaf volgende week hun zones kunnen bepalen en dat ze van daaruit de juiste trainingen, de juiste prikkels, de juiste manier van trainingen kunnen ondergaan. Dit is altijd een beetje een speciale week. Normaal werken wij in een cyclus van 6 weken. Maar door corona en door het feit dat we in mei nog 3 weken goed hebben kunnen trainen, hebben we oordeeld om die 7e week supplementair te nemen om net deze week te kunnen invullen. Dus dat is, tot vandaag is dat allemaal heel goed verlopen. Ja. We hebben alle kleedkamers zeer uitgebreid vooraf gescreend, vooraf ontsmet. En de jongens hebben nu de kans gekregen om in kleine groepjes hier op de club zich te presenteren. Ook de medische screening, ook alle coronatesten zijn uitgevoerd. Eigenlijk is alles vlot verlopen en ik denk dat het voor een groot deel ook te maken had dat we in mei nog in kleine groepjes van 5 of 6 al een stukje kennis gemaakt hebben met deze manier van trainen. Maar natuurlijk, het is wel speciaal. Kijk, het profiel Daniel Opari is simpel. Het is een jongen met heel veel ervaring, met een zekere goede discipline. Het is een Ghanese jongen van 21 à 30 jaar. Hij heeft toch een ervaring in Portugal, in Duitsland, in België en staan daar. En in Vidal in Antwerpen. Hij heeft de pech gehad verleden jaar, heeft een blessure opgelopen, kruisbandletsel wat niet min is. En hij heeft eigenlijk een jaar quasi niet kunnen voetballen. Ik wil de jongen nu vandaag veel tijd geven om zich in te werken. Het zal, dat weet ik ook wel, met vallen en opstaan zijn. Maar de manier van opstaan zal belangrijk zijn voor zijn evolutie. De eerste week is goed verlopen. De integratie van mijn nieuwe assistenten is vlot verlopen. Timmy en Davy hebben al heel veel overleg gehad. We hebben ook al heel veel overleg gehad met de videoanalist Ronnie Verlies. Dus alles verloopt goed. De samenwerking met de fysio's en de medische staf, Bram de Winne, Jarno de Vleeskouwer, loopt allemaal echt wel zoals gewild. Dus ik verwacht dat eigenlijk nauwer en nauwer en beter gaat worden. En dat we van daaruit een vast systeem kunnen implementeren in het team met een stukje variatie. Maar onze basis, dat hebben we gisteren en eergisteren allemaal doorgenomen met de staf. Kijk, wat willen we in balbezit? Wat zijn de accenten in balverlies? We hebben daar heel veel gelijkenissen in, vroeger en nu. Soms is dat andere bewoordingen, maar het komt erop neer dat wij duidelijk kunnen formuleren hoe we willen hebben dat het team speelt. Dat we in die voorbereiding stelselmatig kunnen groeien naar een niveau zo te waargenwaardig.